Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb ik voor jullie weer wat live, Modern Warfare 3. En het is vandaag, wat was het ook weer? Let's Ghost? Of zoiets? Let's Ghost, dat was hem. Ik was hem al vergeten, jongens. Hij was Let's Ghost. In ieder geval, oh, daar zit er al eentje te campen. Hopelijk heeft hij geen sniper. En, oh, leuk. Nee, ik zit... Oh! What the fuck was dit? Ik zat vast op die tafel. Dat was geniaal. Maar oké, daar verwacht ik enemies. Kan ik hier nog ergens omlopen misschien? Nee, dat kan helaas niet. Ja, op zich, ik ken deze map wel een beetje. Maar soms is het toch nog even gokken van, kan ik hier door of niet? Blijkbaar niet. Hey, alweer iemand een doekje. Het gaat al best lekker gelijk bij het begin. Maar in ieder geval, je zult misschien denken, waarom speel jij eigenlijk Kill Confirmed? Want dat doe ik normaal nooit. Ik ben echt iemand die heel vaak domination speelt, vind ik persoonlijk het chillste. Ja, ik ga maar niet niven. Dat was lucky. 5-0. Maar in ieder geval, ik speel normaal nooit Kill Confirmed. En de reden daarvan is dat ik de spawn verschrikkelijk vind. En ze spawnen echt overal om je heen. Dat is aan de ene kant positief, want dan heb je dus gewoon ja, een mooie gameplay. Want ja, het is gewoon constant actie. Maar aan de andere kant, het speelt gewoon klote. Je kunt gewoon iedere keer in je rug genaaid worden. Waarschijnlijk gebeurt dat binnen nu en drie tellen bij mij ook. Hey, daar is ook eentje. Kan ik die nog killen? Nee, daar ga ik niet achteraan rennen, want ik weet hoe het afloopt. Want als ik iets aan het vertellen ben, dan kan ik gewoon niet echt concentreren op de gameplay. Dus ik ga gewoon proberen het te vertellen. In ieder geval... toevallig had ik een paar dagen terug had ik met Jiraski Modern Warfare 3 gedaan. Dat wij Kill Confirmed speelt. En gelijk de eerste match die wij speelden, had Jiraski een Moab. De tweede match die we speelden, had ik gelijk een Moab. En toevallig vandaag de eerste match die ik speelde, had ik ook gelijk een Moab. Dus ja, het gaat best wel lekker op deze mode. En dat was dus allemaal Kill Confirmed, hè. Dus dat is de reden waarom ik nou dit speel. Wat wel balen is dat mijn eerste match van vandaag was ook eigenlijk gepland om een live commentary van te maken. Ik had mijn microfoon al eens aanstaan, maar ik zat gewoon enorm geconcentreerd te spelen. Waardoor ik eigenlijk helemaal niks gezegd heb. En een commentaire waarbij je niks zegt, ja, dat is ook niet echt een commentaire natuurlijk. Pas op voor die chopper, ik weet niet of je mij kan zien. Ik moet eigenlijk minder tags pakken, want dat duurt een match langer. Wajo. Oh, nou loop ik er nog af, hè. Gaan even weg. 10-0, begin lekker. Ik heb gewoon het idee dat ik daar genaaid hoor. Ik heb ook gewoon het idee dat die Pevlo daar gewoon op mij zal schieten. Schoot iemand anders op mij. Iemand weet dat ik er ben, dat weet ik zeker. Ik hoor iemand schieten. Er komt iemand aan, kijk maar op de UV. Kijk wat hij doet. Ah, oh, ben je er zo heen? Ben je er zo heen, jongen? Ik ga niet door jou dood, echt niet. Sowieso niet. Daar kan ik echt niet tegen. Op zich zijn die mensen van Riot Shield. Als ze heel slim zijn, dan kunnen ze iets doen. Maar 9 van de 10 keer kunnen ze eigenlijk niks doen, tenzij ze in je rug slaan. Maar die mensen zijn zo makkelijk om... Gewoon te dollen. Gewoon loop een klein stuk naar links, loop een klein stuk naar rechts, dan draaien ze en dan kun je ze in de zij schieten. Oh, hier naar boven. Kill the knight. Nee, ik ben altijd bang dat mensen mij knijven. Daar ben ik echt enorm bang voor altijd. Oeh, close. Ik had net geladen, hè. Goed dat hij de andere kant op liep. Als hij mijn kant ingelopen was, was ik fucked. 14-0. 21-22. Dus de score is perfect eigenlijk. We staan ietsjes achter. Maar dat duurt de match gewoon extra lang, dus dat is gunstig. Ik pak even een tag. We moeten uiteindelijk wel gaan winnen. Maar hopelijk... oh mooi, mijn tags worden gepakt. Hopelijk kan ik eerst even die Moab halen, dan ga ik gewoon voor de win. Maar die Moab die wil ik eigenlijk wel hebben. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan gaat het niet om, maar... We gaan daar natuurlijk altijd wel voor spelen. Ik heb het idee dat hier iemand is. Omdat ik hier net ook al een paar keer ben geweest en iedereen afknal. Had ik wel verwacht dat er iemand terug zou komen. Hier loop ik ook niet graag, jongens. Ik heb veel het idee dat ik hier in mijn rug genaaid hoor. Nee, die kill ga ik niet challengen. Laat me mooi zitten in zijn hoekje. Als hij zich daar veilig voelt, moet hij dat gewoon doen. Hups. Haha, ziet hem. Hij komt ook een keer uit zijn hoekje gekropen, man. Wordt gelijk eens rugschoten. Geniaal. Geniaal. Hier zitten mensen, denk ik. I don't know. Gotcha, hier misschien? Nee, er zit dan hier onderarm. Oh jee, daar loopt er eentje. Ah, dat meen je niet, geweldig. Dat is dan ook echt serieus die kerel met zijn Riot Shield, hè. Die kerel was echt fucked up slecht. Ik weet niet of hij ook een kill gemaakt heeft. Ik heb geen zin om te kijken, omdat ik dan afgeleid word. Oh shit. Ik denk ik flikker de map uit. Oh, mijn team met 1 op 10. En de enemy 5 om 11. De kerel met die Riot Shield bij de enemy heeft meer kills als het team met mijn team. En die zal waarschijnlijk geen... Riot Shield gebruiken, neem ik aan. Hij weet het niet, maar neem aan van niet. 18-0. Come on, come on, come on. Moeten mensen zitten.
Shit, zit hier onder mij. Loop. Waar zitten jullie? Ik blijf maar rondjes lopen. Ik kan tenminste niet zeggen dat ik aan het campen ben. Ik loop alleen constant hetzelfde rondje. En dat is gewoon mijn tactiek. Als jij gewoon één gebied constant rond blijft lopen, dan ken je dat een beetje, weet je. En als je constant ergens anders loopt, dan weet je niet of dat die enemies er ook veel komen. Ik own dit gebied gewoon. Niet die pretten. Oh, Jezus. Iedere keer als ik ben, zijn ze dood. En dat was close. Nee. Oh, lag. Lag. Rennen. Nee, ik lag te veel. Niet nu. Geen zin in. Wauw. Daar kan ik zo slecht tegen. Ineens zo'n lag aanval of zo. Weet ik veel. Net ook epilepsie aanval bedoel. Nee, dat bedoel ik niet. Hoppakee, triple. Daar zijn de mooie kills, jongens. Zo komen we in de buurt. Nog drie. Het is wel een trage moab, maar ja, maakt niet uit, toch. Dat telt allemaal niet mee. Daar worden we niet op afgestraft. Als je traag is of niet. We moeten hem gewoon halen. Misschien nog twee kills. Misschien nog een assistje bij. Komt-ie. Hij komt. Hij komt, de goede. Sint, maybe, die andere ook nog. Nee, die komt niet. Ik ga hem niet challengen. Onder aan de trap. Dat is altijd heel gevaagd om iemand te killen die bovenaan de trap staat. Of onder aan de trap. Oppassen hier. Goed zo, teammate. Je doet goed werk. Hier nog enemy. Die kill was voor mij bedoeld. Dus wachten. Die mensen zitten hier nou echt op gefocust. Hier, kijk maar. Nope. En we hebben hem. Bots in Kaliab. We kunnen weer verder. En we zijn ook aan het winnen. Nou, het is toch perfect, jongens. Toch wel leuk om een keer andere modus te spelen. En misschien al leuk om alvast te spoilen. Te spoilen, maar ja, het is een soort serie. Dit is niet echt een spoiler. Maar fuck, wat is dit? Oh, jezus. Nee, ik ga niet door jou dood. Sowieso niet door jou. Nee, jou. Oh, anders ging Flawless. Komt hij erbij staan met Sneesia. Ja. Een serie die ik ga doen op Call of the Ghost is een serie waarbij ik alle game modes ga spelen. Dus kunnen jullie kijken of er game modes bij zitten die jullie nog nooit gespeeld hebben en die jullie leuk lijkt. Dus die serie die ga ik sowieso op mijn kanaal doen. Hopelijk dat er niet andere mensen nou denken van, hey, leuke serie, die ga ik ook op mijn kanaal doen. Ik zou hem graag alleen op mijn kanaal willen hebben. Maar ja, daar kan ik dan toch niks aan doen. Een beetje stom dat ik dat dus al verteld heb. Maar ja, in ieder geval leuke serie dus voor op mijn kanaal. En ik kon hier naar achteren, mijn team blokte me. Ik weet niet of jullie konden zien. Hij had een double kill. 360, nog iets. Ik zie wel eens mis. Pak die puntjes. Maak er gelijk een eind aan. Nog één ding. Kan ik die? Nope. 33-2. Had er flawless moeten zijn. Alleen ineens moet er iemand zich mee bemoeien. En daarna een RPG. Maar het ging wel om die moab. En op kill confirmed speel ik normaal nooit. En ja, nou speel ik net de laatste paar keer kill confirmed. En ik heb sowieso al 4 moabs gehaald. En zo heel veel heb ik dus nog niet gespeeld. Dus op zich wel grappig. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Als je leuk vond, laat een like achter. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen weer, want deze video komt pittig laat online. Dus waarschijnlijk niks anders meer, helaas. Ik ga mijn best doen om nog iets leuks online te zetten. Maar het ligt eraan hoe lang deze video uploadt. Dus dat kan goed 3 uur duren. En dan is het al 7 uur. Dus om dan nog iets te uploaden gaat het niet worden. Maar ja, ik hoop dat jullie een leuke dag hebben. En tot de volgende keer. Houdoe.